Kun je beter heel schoon of juist lekker vies leven om te voorkomen dat je ziek wordt? Dit is de Universiteit van Nederland. Wie van u heeft er één of andere vorm van een allergie? Kunt u de hand opsteken? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9. Oké, okay. wie van jullie is de jongste in het gezin? En wie van deze mensen, de jongste, heeft een allergie? Twee, drie, vier. Ja, 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 ja. oké. Okay. Hier zie je eigenlijk al de kracht van de hygiënehypothese. Kinderen die in grote gezinnen werden geboren, bleken minder last te hebben van allergie. En dat was in 1989 de basis voor David Strachan uit Engeland om de hygiënehypothese te formuleren. Je ziet hier een foto, het is een foto van mijn familie. Je ziet hier mijn opa, de bovenste rij, de derde van, uh, van rechts. En die kwam uit een heel groot gezin. En dit is dus precies wat David Strachan zag. Het viel hem op. Dat de jongste in een gezin veel minder last heeft van allergie. En hij suggereerde dat dat kwam omdat de oudere kinderen, de oudere broertjes en zussen, een heleboel infecties mee naar huis namen. Waarmee die kleine, het immuunsysteem van het jonge kind, werd getriggerd, werd continu werd uitgedaagd. En dat leverde uiteindelijk veel minder allergie op. Um, infecties op een jonge leven geven dus kennelijk een sterk immuunsysteem. En zeker wanneer die kinderen opgroeien op een platteland, zeker wanneer die kinderen opgroeien in een boerderij, mijn boerderij, zeker wanneer die kinderen ook tegenwoordig al heel jong naar de crash gaan of naar de kinderopvang. Uh, op dit moment worden de meeste kinderen juist opgevoed in hele schone omgevingen. Ze krijgen vaccinaties, als ze ziek zijn krijgen ze antibiotica, pijnstillers, uh, noem maar op. En dat... Die verandering in die leefomgeving, het lijkt erop dat dat wat mee te maken heeft met de toename van niet alleen allergieën, maar ook andere ziekten waarbij het immuunsysteem is betrokken. Hier zie je een plaatje van een studie door uh, meneer Bach, uh, in vroeg in de 2000 gepubliceerd. En dit laat zien dat vanaf de Tweede Wereldoorlog, aan de linkerplaatje, zie je een dramatische afname van infectieziektes. Mazelen, noem maar op, hepatitis, tuberculose. En dat is deels te wijten aan vaccinaties, maar ook deels te wijten aan het steeds schoner opvoeden van onze kinderen. Maar de consequentie ziet u aan de rechterkant van dat plaatje: en dat is een dramatische toename van die ziektes waarbij het immuunsysteem ook betrokken is. Auto-immuunziektes, zoals multiple sclerose, type 1 diabetes, astma, ziekte van Crohn en een heleboel andere ziektes waar we later nog over gaan spreken. Dus kennelijk is het zo dat als het immuunsysteem op het jonge leven niet genoeg wordt uitgedaagd, niet genoeg infecties zijn, dan ontwikkelt het zich niet krachtig genoeg en als consequentie daarvan loop je een verhoogd risico op het optreden van dit soort uh, aandoeningen. Een minder uitgedaagd immuunsysteem op het jonge leven slaat kennelijk dus op hol. Hoe kunnen we nou dat onderzoeken? Dat is niet zo makkelijk als het lijkt. Um, we hebben een heleboel waarnemingen, maar we hebben geen klinisch onderzoek. Je kunt niet 100 pasgeboren baby's nemen en 50 daarvan zo smerig mogelijk opvoeden. En 50 zo schoon mogelijk opvoeden en dan 18 jaar wachten en dan turven wie er allergie heeft gekregen. Waarschijnlijk krijg je daar geen toestemming voor van de medisch-ethische toetsingscommissie. En terecht, dat kan niet. Dus waar moeten we het dan mee doen? Nou, er zijn een aantal voorbeelden in de literatuur die allemaal bekend zijn geworden wanneer men naar verschillende landen gaat kijken hoe het daar staat met de ontwikkeling van allergie, zeker op kinderleeftijd. Het eerste voorbeeld ziet u hier. In, met de val van de Berlijnse muur werd Oost, voormalig Oost- en West-Duitsland herenigd. Mensen hadden onderzoek gedaan in voormalig Oost-Duitsland, in Leipzig. Daar groeien kinderen op in een omgeving waar relatief veel luchtverontreiniging was. Die kinderen kregen vaker longontsteking, maar die hadden veel en veel minder astma dan de kinderen die opgroeiden in München, veel schonere lucht... Geen longontstekingen, maar wel heel veel astma. Met de val van de muur kon je die kinderen dus met elkaar gaan vergelijken. De erfelijke informatie was niet verschillend. Dat duurt een paar honderd jaar als je populaties scheidt voordat de erfelijke achtergrond gaat verschillen. Daar was hier geen sprake van. Na de hereniging van Duitsland bleek dat binnen tien jaar de kinderen in Leipzig. Veel minder longontstekingen kregen. De lucht werd steeds schoner. Maar ze kregen veel en veel meer astma. En op dit moment is er geen verschil meer tussen voormalig Oost- en voormalig West-Duitsland. Sterke aanwijzing die misschien zou kunnen verklaren. dat die hygiënehypothese misschien wel juist is. Er zijn andere voorbeelden. In Estland daar, eh, hebben kinderen in hun ontlasting heel veel lactobacillen. Je ziet hier die voorbeelden. En het viel Bjank Björgsten, een onderzoeker uit Zweden, op dat de hoeveelheid lactobacillen in de poep, in de feestjes van kinderen uit Estland in 1989, sterk vergelijkbaar was met de hoeveelheid lactobacillen in de ontlasting van Zweedse kinderen in 1960. Na de val van het communisme kon hij naar Estland toe. En tien jaar later was er geen verschil meer eh, tussen Estland en Zweden. Kinderen hadden in Estland veel minder lactobacillen en ze hadden veel meer astma. Ook een aanwijzing dat de microbiota in de darm, het aantal bacteriën in de darm, kennelijk een invloed heeft via die potentieel dan via die hygiënehypothese. Een ander voorbeeld: boerderijen. Dit is een boerderijtje typisch in Zuid-Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland. Kinderen die opgroeien op een boerderij. Die onder dit soort omstandigheden zullen dan ook stalstof inademen. Daarin zitten celwandfragmenten van dode bacteriën, met name koliebacteriën die uit de mest van hun runderen komen. Maar u ziet ook daar een melkbus staan. Die kinderen zullen waarschijnlijk ook wat meer rauwe melk drinken. Kinderen die onder dat soort omstandigheden opgroeien, hebben veel minder last van astma, wanneer je dat vergelijkt met kinderen die in stedelijke gebieden opgroeien. Ook zo'n aanwijzing dat het misschien wel klopt. We kunnen doorgaan. Er zijn ook eh, voorbeelden in ontwikkelingslanden. U ziet hier een plaatje kinderen in ontwikkelingslanden. Daar is minder hygiëne, daar zijn geen vaccinaties, daar worden vrijwel geen antibiotica gebruikt, daar is intensief contact met rundvee, daar is de voeding besmet. Noem maar op, kinderen krijgen veel meer infecties, maar hebben veel en veel minder last van Allergieën en astma in vergelijking tot kinderen die hier opgroeien. Als je nou iemand die opgroeit in zo'n derde wereldland hier naar Europa haalt, een asielzoeker, dan is de kans heel groot dat hij binnen een paar jaar hier een allergie ontwikkelt. Dus kennelijk is die druk uit de omgeving nodig om te zorgen dat het immuunsysteem zich krachtig ontwikkelt. In Nederland en ook in Zweden zijn onderzoeken gedaan bij kinderen die opgroeien in gezinnen die een antroposofische leefstijl hanteren. Het bleek dat in die gezinnen kinderen minder last hadden van allergie en astma in vergelijking tot kinderen die in niet-antroposofische gezinnen opgroeien. Dat wil niet zeggen dat die mensen smerig leven. Nee, er zijn heel veel andere leefstijlfactoren die kennelijk van invloed zijn. Die kinderen krijgen veel meer biologische voeding en veel minder gebruik van vaccinaties en antibiotica. Stressniveau is anders. Een heleboel leefstijl en leefomgevingsverschillen en kennelijk hebben die toch een invloed. Nu is er er zijn dus heel veel aanwijzingen dat de hygiënehypothese in principe misschien wel zou kunnen kloppen. Heel recent in september afgelopen jaar is er een publicatie verschenen waarbij onderzoekers uit België en Duitsland hebben een gen gevonden, het A20-gen. Dat is belangrijk bij ontstekingen in de longen en de luchtwegen en daarmee eigenlijk ook van belang bij het ontstaan van astma. Als je nu eh, kinderen blootstelt of in dit geval in eerste instantie muizen blootstelt aan stalstof, bleek dat A20-gen actief te worden en te beschermen tegen eh, astma. Bij mensen komen de mutaties voor in dat gen en die zijn geassocieerd met het voorkomen van veel meer astma, omdat blootstelling aan stalstof, aan infecties, dan niet meer beschermt tegen de ontwikkeling van allergie. Dus het lijkt erop dat we misschien wel een verklaring hebben waarom die hygiënehypothese juist zou kunnen zijn. Maar dat moet bevestigd worden. Een klein alternatief is de Old Friends Hypothesis. Dit is een kleine variatie eigenlijk op die hygiënehypothese die stelt dat oude vrienden zoals worminfecties, zoals verschillende bacteriële infecties die eigenlijk al heel lang, wij heel lang bij ons dragen, die hebben zich aangepast aan het leven in onze darm, dat zijn commensalen geworden, onschuldige bacteriën. En die dragen bij tot een krachtige tolerantieinductie in de darmen, in de luchtwegen, in de huid, etc. Um, die commensalen, dat is een hele mooie evolutionaire deal. Die mogen hier wonen, het is lekker warm, er zit hier heel veel voeding. En in de ruil daarvoor krijg ik B-vitamines en vitamine K, die ik zelf niet kan maken, maar wel nodig heb. Hele goede deal. Ze remmen ook aanhechting van ziekmakende bacteriën. Moeten wij dan nu massaal wormen slikken? Uh, nee, dat denk ik ook niet. We kunnen veel te blij zijn dat we een heleboel van die grote worminfecties eigenlijk. Eh, kwijt zijn. Wie van jullie vindt nu dat kinderen eigenlijk niet meer hun handen hoeven te wassen? Niemand. Gelukkig, want dat is natuurlijk niet zo. Wel 80% van alle virusinfecties wordt verspreid via de handen. Dus het is zeker zaak om voldoende vaak je handen te wassen, zeker bij kinderen. Dat geldt in periodes van griep, Mexicaanse griep, maar ook nu de seizoensgriep H1N1. Ook dan is een heel stuk verspreiding van dat griepvirus via eh, handencontact. Dus het is zeker nuttig om je handen te blijven wassen. Moet je dan alles heel goed schoonmaken, je tafel, je stoelen. Nee, dat ook niet. Want je kunt het wel aseptisch schoonmaken, geen bacterie erop, maar je wacht een half uur en het zit bestand vol. Dus dat gaat je niet redden. Er is een belangrijke waarschuwing. Wat we niet goed weten op dit moment is. We weten dat we infecties nodig hebben om een krachtig immuunsysteem te maken. Daar hebben we met name bacteriële infecties nodig. En aan de andere kant moet dat krachtige immuunsysteem ons beschermen tegen infecties met bacteriën. Maar dat zijn niet noodzakelijkerwijs dezelfde bacteriën. En welke soorten nou belangrijk zijn voor de opbouw van je immuunsysteem? En welke soorten belangrijk zijn om um, um, te zorgen dat je daartegen beschermd wordt, om die te verwijderen, dat weten we niet. Er gebeurt heel veel onderzoek op dit moment om te proberen die, die soorten bacteriën van elkaar te onderscheiden. Niet zo makkelijk, maar heel interessant uh, onderzoek. Dus je moet een krachtig immuunsysteem hebben. Infecties op een hele jonge leven zijn kennelijk daar heel erg goed voor. De verklaring zou misschien wel kunnen zijn via de hygiënehypothese. We hebben sterke aanwijzingen, beginnen nu wat eerste bewijs te zien. Alleen dat moet worden bevestigd. Want zo hoort het te gaan in de wetenschap, onafhankelijke bevestiging. En wanneer je dat in een aantal studies kunt doen, dan kun je ze allemaal bij elkaar nemen. En dan kun je komen tot een stukje bewijsvoering. Dus de hygiënehypothese, daar is het laatste woord nog niet over gevallen. Uiterst interessant, dagelijks heb je ermee te maken. Dat is een heel aardige vakgebied om aan te werken. Infecties zijn dus van invloed op je immuunsysteem. De vraag die je nu opdoemt is, kun je dat immuunsysteem nog slimmer maken met gerichte vaccinatie? Daarover ga ik in het volgende college praten.